Lieve vrienden, goedemorgen allemaal. Ja, en een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna de Beestenboer. Ik was vannacht zo lekker bezig, zal ik je vertellen. En ik was bezig de vlog van gisteren naar YouTube te brengen. Had ik ineens geen internet meer. Was ik al een aantal procent heen, hè? Ineens was mijn internet weg. Nou, dat baal je hoor. Echt wel. Dus ja, nou gaan we dat nu proberen te doen. Ik ben er nou wel op internet. Dus wat dat er gaat. Ik merkte het aan mijn telefoon dat ik weer internet had. Want ik zat eerst. Op een gegeven moment was ik maar. Van wifi afgegaan met mijn telefoon. En. Toen had ik wel gewoon internet van buitenaf, weet je wel. Ik vergeet het altijd hoe dat heet. Maar omdat ik dus een abonnement heb, hoe noem je dat? Ja, en, ik ben nu dus bij een provider aangebonden. En ik heb dus, hoe noem je dat? Jeetje, ik ben het helemaal echt kwijt momenteel, hè? Maar ja, kan gebeuren. Ah, ja. Het is eruit gewaaid, denk ik. Net buiten. Ik was buiten bezig. En het waait nogal hard. Het is niet koud, maar het waait als een raket. Ja, 10% geüpload was het. Ja. Ik heb gratis dataverkeer. Tenminste, zoveel per jaar. Ik heb, ja. Dus ik ben op dataverkeer gegaan. En, ja, ik had met mijn computer niks. Ja, en dan kan ik met mezelf ook niks doen. Dan denk ik om te kijken hoe en wat. Of er ook problemen, storingen zijn bij mijn profiler. Maar ja, dan zal ik maar verwijderen. En dan ga ik maar weer opnieuw erin. Oh, de film van gisteren wordt op 28 oktober gepubliceerd door YouTube. Dan weet je het maar even. Dus 28 oktober, dat moet ik even onthouden. Want ik plan het altijd in. Willem. 28, hè, zei ik. 28. Die moet ik hebben. 28. Daar moet het toe. 28 en dan 14:30. Hopla. Nou. En dan wordt hij, als alles nou goed gaat, dan wordt hij dus 28 oktober om 14:30 gepland. Dan wordt hij online gezet door YouTube zelf. Dan weten jullie het maar zo was. Ja? Mooi. Dan zullen we dat minimaliseren en dat wegklikken. En dan moet ik mijn plaatjesprogramma zo vast opstarten. Mijn persoonlijke begeleider komt straks, de mannelijke persoon in kwestie. Die komt altijd twee keer per week. En die vrouw die ik gisteren had, Sandra, die komt één keer per week. Ja, maar ja, we wachten af. Die komt altijd rond een uur of elf, het is voor of na elf verkend worden. Dus, ik wacht weer af, ja. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, maar het is niet zoveel aan. Het is hier bewolkt, het is triest, het is steeds regen en... harde wind aan deze kant. Maar ja, wij wonen aan de kust. Dus ja, aan de kust waait het 9 van de 10 keer. Bijna is er altijd wel wind. Zelfs in de zomer. Maar dan is het... Het kan wel ook heet zijn hoor. Echt. Maar dan heb je ook bepaalde hoeken waar het waait. Waar het zo lekker kan circuleren. Daar waait het dan zo hard. Zo, die is ook opgestart. Mooi. Nou, en Frodo die legt lekker op de bank, die is buiten geweest, is zijn hele wc al opgeruimd.
Oh, wat zijn we aan het aanstellen, hé. Wat zijn wij aan het aanstellen? Oei, lekker, hè. Je wordt ook oud, hè. Ja, je wordt ook oud. Ja, je neusje wordt grijs. Ja, grijze haartjes komen eraan. Ja! Daar, die vieze vlek, dat komt door de vlooie druppel, hoor. Ja, kan je niks aan doen. Hé, ja. Ach, wat je dikke doosje, man. Ja, maar een kandel die zit daar. Die vroeg me net ook al zoveel aandacht. Hé? Ja, nou, jij vroeg ook al zoveel aandacht, hè? Ja. Dus, en waar eeuwen is, ja. Joost mag het weten, maar ik heb Joost gevraagd, die weet het ook niet, hoor. Nee. Ik denk dat die boven is. Oh nee! Nee, ik zie er al. Ik zie er al. Ja, achter de wijn. Hé, achter de bank, hè? Moet je er niet op? Ik heb niks te vertellen. Eeuwen. Hé, zie. Heb je niks te vertellen? Nou, dan blijf je dat toch zitten, meisje. Ja. Ja, toch? Het is niet verplicht, hoor. Echt niet. Nee, we gaan geen dieren verplichten tot iets te doen wat ze niet willen. Nee, mijn dieren zijn geen circusdieren. Alhoewel, meneertje Kandolf, die kan dus pootjes geven wanneer hij het hem ook uitkomt, hoor. Ja. Dan, dat heeft mijn man nog geleerd. Dan ging hij buiten zitten op de picknicktafel, ging hij te roken. En dan kwam Kandolf bij hem zitten. En dan ging hij over het ruggetje en dan hield hij zijn hand voor zijn snuitje. En dan was het pootje. Nou, en op een gegeven moment, ja, doet hij nou bij mij. Ik zal het jullie wel eens laten zien. Dat, maar ja, wel leuk, toch? Ja. Maffie. Maar oké, ik moet Karin bellen, want ik moet haar even met iemand feliciteren. Ja, haar vader is namelijk jarig, dus ja, dan moet ik er even feliciteren. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Wees vriendelijk naar elkaar en voor, ja, gewoon lief zijn voor iedereen en Jan en alle man. Geen haat en nijd, ik knekel aan. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. En ik zal even mijn geluid van de pc wat zachter zetten. Want, zoals jullie horen. Zo, even uit. Ik zit toevallig naar Karin te kijken. Die is live. Ik heb het geluid nu dan enkel even uitgedaan. Maar ze is dus live bezig vanuit haar bed die in huis in de woonkamer staat. Om dus te vertellen wat voor operaties ze heeft gehad, etcetera. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, en ik moet straks ook nog weg. Dus ik heb nog druk. Ik had ook iemand in huis van de woningstichting om een lampje te maken. Nou, in plaats van maken, maakt ze die nog verder stuk. Ken je dat? Moet er alleen nog een nieuw lampje in. En aangezien dat het rotspotjes zijn, er zit een grote ring. Er zit een dun ringetje en dat dunne ringetje moet eruit. Dan komt het glazen plaatje mee en dan kun je het lampje verwisselen. Nou, dat lukt mij dus niet. Hoe en wat, ik weet het niet. Vroeger lukte het me allemaal en het lukt gewoon niet. Het is troep dit. Dus ik ga daar straks even voor, zien wat ik kan doen. Ik moet eventjes hier en daar eventjes pols over te gaan nemen en kijken wat nieuwe spotjes kost of TL-buisjes. En dan kijk ik wel gewoon wat. Ja, ik moet toch weer licht hebben in de duisternis, zou ik dan zo zeggen. Dus ik zou zeggen, blijf me volgen en ja, kom op mijn kanaal, abonneer je. Ik zou zeggen, tot ziens.